Er is een aardappelschaarste op komst, zei minister Reshma Kuldip Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vandaag aan journalisten voor de vergadering van de ministerraad. De bewindsvrouw stelt dat haar departement veel werk verzet en dat het niet zo makkelijk is om op te treden tegen handelaren die regels overtreden. Ook gaat zij in op de reden voor de opkomende schaarste. We zijn bezig met het beleid, maar we hebben een open markt import gemaakt. Toch, alles komt in dit land binnen. We zijn daarop ook bezig om maatregelen te treffen. Maar we moeten ook goed communiceren, want anders heb je een probleem met iedereen. Want dan is er een schaarste aan uien, dan is er een schaarste. Ik kan u zeggen, er gaat binnenkort een schaarste zijn aan aardappelen bijvoorbeeld, omdat die oogst in het buitenland is mislukt. En u gaat zien, de prijzen gaan weer stijgen, want daarop bereiden we ons ook al voor dat we die controle daarop gaan moeten doen. De bewindsvrouw geeft verder aan dat handelaren misbruik gaan willen maken van de situatie. Vooral omdat ze de goederen straks duurder zullen opkopen in het buitenland. Natuurlijk, met alle kosten van importen hebben we een ander probleem. Nou, die koers is toch al een maand stabiel op 38, tussen de 38... 38, 40. Ik heb nog niet gezien dat het 40 is voor vandaag. Het blijft tussen de 38, 50 en de 38, 70 fluctueren. Maar wat de koers betreft, wij doen de kostprijscalculatie. Kuldip Singh zegt verder dat niet alle ondernemers hun facturen indienen bij het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.